Hoi, Robin hier en welkom bij alweer de derde aflevering van Robin's Mol Talk. Waar ik eh, vorige week nog zei dat eh, Florentijn eh, best wel een goede mol zou kunnen zijn, heeft hij helaas het eh, spel moeten verlaten deze aflevering. Ook helaas heb ik hierdoor eh, een deel van mijn punten verloren en waarschijnlijk nie, ik niet alleen, aangezien heel veel mensen hem verdachten. Ja, ik ga het vandaag kort houden. Het is eh, alweer tijd om de derde aflevering van Wie is de Mol te bespreken. Wat een... Eh, Verschillende opdrachten waren er ook weer, en ja, het was eigenlijk van een escape room tot het onthouden van teksten en de natuurlijk de bijbehorende afbeeldingen, en bijna met vier vrijstellingen er vandoor gaan. Het hing eigenlijk af van maar één persoon, en uh, daar gaan we dan ook gelijk mee beginnen met de titel van deze aflevering, genaamd Vanaf Hangen. Ja, de makkelijkste is natuurlijk dat ze van het gebouw moeten opzeilen. En natuurlijk ook waar ze vanaf moeten hangen. Hier is natuurlijk het moment waar iedereen voor het geld heeft gekozen die aan het abzeilen is. Maar heeft Rocky toch gekozen voor de joker. Het hing dus letterlijk van haar af of ze de vrijstelling konden krijgen of niet. Geld ook, dat is onze afspraak. Hè? Wat is dit? Twee jokers. Dan de subtiele verwijzing van Rocky die tijdens de eerste opdracht waar ze eerst op de naam van Joshua stond. Besloot om maar naar haar eigen naam te gaan om vervolgens alsnog voor Joshua te kiezen. Waar zou dat vanaf hebben gangen? Nu we de afleveringstitel hebben gehad, gaan we door naar opdracht 1, genaamd Kameraad. Tijdens deze opdracht konden er jokers gewonnen worden voor de kandidaten die bij het eerst bij Rick waren, en 500 euro per koppel. In de pot wanneer ze aankwamen bij Rick. Dit hield dus in 1000 euro voor de pot en de jokers voor Charlotte en René. Hier is mij de volgende dingen opgevallen: natuurlijk, het bondje tussen Splinter en Joshua is eigenlijk door de test alweer een beetje weg. Splinter zou Joshua heel erg verdacht maken, maar heeft eigenlijk op René gestemd bij de eerste vraag. Daarnaast is in de Kamer van Joshua en Marije wat vreemds. namelijk dat Joshua al. Met het letterbord bezig was geweest, zoals in de afbeelding te zien is. Maar ook dat hij al het horloge droeg, waar de tijd van 9 uur of 2100 uur s'avonds op staat. En natuurlijk ook het uh, kaartspel, welke hij al had uitgepakt uh, om vast uh, te kijken wat het was. En ondanks dat ze zoveel fout hadden, kwamen ze toch alsnog als tweede de kamer uit en wisten ze 500 euro voor de pot verdienen. Het maakt Joshua hierdoor wel minder verdacht, omdat hij toch wel een groot aandeel heeft gehad in het goede antwoord en natuurlijk uh, dit moment. Ik heb jou ingevuld René. Oh jee. Ja, sorry. Dat maakt niet uit. Heel goed. Het zou wellicht een uh, molactie kunnen zijn van René door aan te geven aan Charlotte dat ze wellicht goed zit. En die kans is best aannemelijk, omdat je wanneer je zo in het spel zit je er eigenlijk niet bij stilstaat en dat was ook natuurlijk het afgelopen seizoen was te zien volgens mij bij de eerste opdracht al wie de mol was uiteraard zat het niet in de aflevering zelf maar werd het wel daarna bekend het viel gewoon niet eens op bij de mensen en dan gaan we door naar opdracht 2 genaamd binnenvaart en opdracht 3 genaamd de rode draad dit is voor mij ook de eerste keer dat ik de opdracht gezamenlijk oppak maar dat is in deze situatie ook niet meer dan logisch omdat de opdrachten aan elkaar verbonden zijn Natuurlijk heb ik het meest opvallende moment al genoemd bij de afleveringstitel. Wanneer Rocky voor de Joker kiest in plaats van voor het geld, zodat de vier kandidaten, welke aan het afzuilen zijn, geen vrijstelling krijgen. Ik ga hier voor de rest ook niet verder op in. Behalve dat Rocky dus hiermee echt een kandidaat is. Want een mol zou dit natuurlijk nooit doen. Verder zou het wellicht ook, en misschien is dat wel wat te opvallend, kunnen zijn dat het getal 21. Dus deze opdracht ook een betekenis heeft richting de mol. Uh, dat hij zich dan zou bevinden in het gebouw. Maar wellicht ook wel een verwijzing heeft naar het 21ste seizoen van Wie is de Mol. En als we dan toch over het gebouw hebben. Daar hebben we Splinter en Joshua een rood draad. Dus de titel van opdracht 3. Uh, Lakshmi en Rocky hebben een witte. Dus het zou ook nog eens een hint kunnen zijn richting Splinter en Joshua. En dan natuurlijk de lach van Marije. Alhoewel het ook van René zou kunnen zijn. Laat ook gewoon gerust weten in de reacties wie van de twee het is. <laughs> uh, dit is in ieder geval goed nagedaan van de echte Joker. Maar of dit nou een hint is, hou ik heel even in het midden. Aangezien Joshua ook al de lach in de lieder had. En hij ook wel een beetje op de lach van Erik uh, leek. Die natuurlijk al het spel vroegtijdig heeft moeten verlaten. En dan uh, zijn we alweer uh, aangekomen bij de executie en afsluiting van deze aflevering. De aflevering, wat ik eerder al zei, Florentijn het spel heeft moeten verlaten. De verdenkingen zijn hierdoor bij mij natuurlijk wel veranderd. Wat logisch is, door, dankzij Florentijn. In ieder geval, Joshua staat er nog steeds in voor mij. Maar Lakshmi en Marije zijn er toch bij gekomen. En René is iets wat verder op de achtergrond geraakt. Maar is nog niet volledig verdwenen uit mijn lijst. En normaal gesproken zou ik per kandidaat een reden geven. Maar op een of andere manier kan ik deze week het niet geven. Omdat ik er zelf ook nog niet helemaal uit ben wie... Ik waarom zou verdenken. Maar het is vooral mijn gevoel die spreekt. Dus daar blijf ik even heel voorzichtig mee. En dat is nu ook uh, waar ik het voorbij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je het hebt gedaan laat uh, dan een like achter. En uh, vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd. Vergeet niet het belletje aan te zetten. Zodat je bericht binnen krijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu. Uh, Later.